Twitter is in feite niet echt een sociaal netwerk. Het is meer een soort eigen radiokanaal wat je op internet hebt. Hè, met alle tweets die je in principe verstuurt aan de hele wereld. Want iedereen kan ze lezen. En door mensen te volgen kun je in feite afstemmen op hun radiokanaal. In de media duiken nog wel eens hele gênante of beledigende tweets op. Maar het kan ook minder ernstig zijn. Stel je hebt een tweet waar je gewoon spijt van hebt. Dan kun je die vrij eenvoudig weer verwijderen. Ik zal hier als voorbeeld even een tweet tikken. Deze tweet stuur ik in het kader van het boek Online Privacy. Daar staat hij. En ik denk, oh nee, fout. Dan druk je gewoon op dit prullenbakje. En dan is die helemaal verdwenen. En dan ziet niemand hem meer. Wil je nu een bericht sturen wat toch niet voor iedereen bedoeld is, maar voor één specifiek persoon? Dan kan dat met de optie privéberichten. Ga naar dit tandwieltje. Klik op privéberichten. Nieuw bericht. En nu kun je gewoon iemand kiezen aan wie je een privébericht stuurt wat voor niemand bedoeld is. Uiteraard zijn daar betere kanalen voor, maar binnen Twitter kan dat dus ook. Heb je last van een bepaalde persoon, dan kun je die persoon blokkeren. Bijvoorbeeld omdat hij allemaal vervelende privéberichten stuurt. Dan kun je op de naam van de persoon gaan staan die je dat bericht hebt gestuurd. Krijg je profielinformatie. Op dit icoontje kun je dan de persoon in kwestie blokkeren. Deze persoon ontvangt jouw tweets dan niet meer op zijn of haar tijdlijn. Maar let wel, die persoon kan wel nog gewoon al je berichten lezen op je openbare profielpagina. Echt blokkeren bestaat dus niet in Twitter. Dan heb je tot slot nog een vrij drastische privé-instelling. Onder het tandwieltje instellingen. Scroll je naar beneden. En dan kun je hier bij tweet privacy ervoor kiezen om je tweets af te schermen. Dat betekent dat nieuwe volgers toestemming aan jou moeten vragen en dat nieuwe tweets alleen nog voor je volgers te lezen zijn. Die tweets krijgen dan een slotje. Oude tweets daarentegen kunnen we nog wel opduiken in Google bijvoorbeeld. Oh ja, als allerlaatste dan nog locatie. Standaard wordt je locatie niet meegestuurd. Vanaf een smartphone is dat natuurlijk heel makkelijk. Heb je nou toch je locatie doorgegeven en heb je dat toch liever niet, dan kan je met één druk op de knop alle locatieinformatie verwijderen uit alle tweets die je ooit hebt gestuurd.